Goedendag, de nieuwe week startte nog overwegend droog op de maandag, maar dat is vandaag wel anders. Zeker in het zuiden en midden van het land krijgen we veel van dit soort plaatjes binnen. Mooie buienluchten en ook hier vanuit de lucht was dat heel erg mooi te zien. Op de radarbeelden zien we dit buiengebied liggen, wat lokaal al voor 20 tot 30 mm regenwater heeft gezorgd vanochtend vroeg. En daarachter zien we die buien activeren, met name in het oosten en het zuidoosten van het land. Met daar ook kans op onweer. Veel regen in korte tijd. En ook kleine hagels sluit ik niet helemaal uit. Ik verwacht wel dat het noordwesten van het land het overwegend droog zou houden en de meest pittige buien dus voor het midden en het zuiden van het land weggelegd zijn. De grootschalige weersituatie. Een lage drukgebied boven Denemarken met een hoogtetrog. Boven ons land, waarop die buien dus flink gaan activeren vanmiddag, trekken uiteindelijk richting de avond, wel richting Duitsland weg, waarna de stroming richting het noordwesten kantelt. Morgen dan, onder een rug van hoge druk, best wel vriendelijk weer, flink wat ruimte voor de zon. Maar dat is toch niet van lange duur? Want donderdag starten we nog met zon, maar daarna neemt de bewolking alweer toe. En dan krijgen we met name vrijdag en zaterdag met een interessante weersituatie te maken voor delen van West- en Centraal-Europa. Warme lucht bevindt zich nog ten oosten van dit grote lage drukgebied. Koelere lucht juist ten westen. En op dat grensvlak gaat waarschijnlijk weer een neerslagband ontstaan. Die ook regionaal weer voor veel regen gaat zorgen. Maar waar die precies komt te liggen is nu nog wat onzeker. Sommige modellen leggen het over het westen van Duitsland, andere modellen juist recht over Nederland. Nederland. En dan zouden we opnieuw met veel neerslag te maken kunnen gaan krijgen op vrijdag en zaterdag. Is nog wat onzeker, komen we de komende dagen uiteraard in meer detail op terug. Dan even de weersymbolen voor vanmiddag. Die mix van wolken, zon en dus enkele stevige buien die met name over het midden oosten en zuiden van het land trekken, later in de middag ook nog in het noordoosten. Maxima liggen zo tussen 20 en 23 graden, maar als er eenmaal zo'n bui overtrekt, dan keldert die temperatuur wel met een aantal graden. En bij dat alles staat er een matige wind uit westelijke richtingen. Vanavond wordt het al vanuit het noordwesten een stuk droger, als laatste dus in het zuidoosten van het land. Nog lang aangenaam qua de temperatuur, 17 of 18 graden. En vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 13 tot 15 graden. Op veruit de meeste plaatsen is het gewoon droog. Een enkel buitje kan nog wel voorkomen, met name in het oosten en noordwesten van het land. En de wind is iets afgezwakt, komt dan uit het noordwesten en is zwak van kracht boven land tot matig aan de zee. Morgen dan een mooie zomerdag. Temperaturen tussen 21 en 23 graden. Vrij normale waarden voor de tijd van het jaar. Met daarbij een mix van wolken en zon. Ik denk de meeste zonuren zijn weggelegd voor het noordwesten van het land. Maar ook elders is het prima toeven. Met daarbij een matige wind uit noordwestelijke richtingen. Donderdag starten we dan ook nog met flink wat zon. De wind draait dan al naar het zuidwesten waarmee toch wel nog wat warmere lucht wordt aangevoerd. Met maxima tussen 22 graden in het noorden tot een zomerse 25 graden in het zuidoosten van het land. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen dus wel toe. Wordt dan echt wel wat dikker en die kan de zon wel gaan blokkeren. Dan krijgen we dus op vrijdag en zaterdag met die onzekere weersituatie te maken. Maar ik verwacht dat we toch echt regionaal wel met flink wat regen te maken gaan krijgen. De grootste kans daarop op dit moment is in de oostelijke helft van het land. De temperatuur blijft op zich wel aangenaam met 21 of 22 graden op zowel vrijdag als zaterdag. In de loop van zaterdag wordt het wel een stuk droger. Gaat de stroming vanaf zondag ook kantelen naar het zuidoosten en wordt het een stuk zonniger. De temperatuur gaat ook omhoog naar zo'n 24 graden op maandag. En dan. Op de langere termijn zien we dus eindelijk wel dat het wat stabieler zomerweer begint te worden. Tot de volgende keer.